Hallo allemaal! Vandaag gaan we het hebben over korte bekapintervallen en regelmatig onderhoud. Wat is regelmatig en waarom? In deze video leg ik heel kort uit wat het belang is van regelmatig onderhoud. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe vaak worden jullie paarden, ponies of ezels bekapt en waarom. Een van mijn collega's is Gary Stals. Hij was onze bekapper toen wij net overschakelden van ijzers naar blootvoets. Voor ik het zelf ben gaan doen dus. En hij geeft lezingen normaal gezien over korte bekapintervallen en het belang daarvan. Dus als je na deze video nog meer wil weten, dan kan je bij hem terecht alvast. Ik ga beginnen met een kleine nuance. Er staat geen vaste termijn op wat exact regelmatig is. Dat is eigenlijk aan jullie om samen met jullie hoefverzorger te bekijken. Regelmatig hangt af van paard tot paard, van omstandigheden tot omstandigheden. Welke huisvesting, dus welke ondergrond en hoeveel kilometers paarden daarover lopen. Wat ze dus gevoerd krijgen, hoe ze getraind worden. Ja, hoeveel slijtage er van nature is. Wat voor soort hoeven ze hebben, welke problemen er al dan niet zijn. Het hangt allemaal een beetje af van paard tot paard, wat regelmatig nu exact is. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen paarden die op zand en grind lopen versus paarden die op een grasland lopen versus paarden die op beton lopen. Staat het paard op stal of loopt hij buiten is ook een heel groot verschil. De meeste paarden hebben gewoon prima hoeven en daar kan prima van alles mee gedaan worden als ze maar het juiste en regelmatig hoefonderhoud krijgen. De hoeveelheid slijtage die een hoef van nature ondervindt hangt af van welke ondergrond hij oploopt en hoeveel. Het is ook een beetje gewoonte. Een hoef moet eelt kweken, moet getraind worden om sterk horen aan te maken, zoals ook wij eelt aanmaken. Met andere woorden, als een paard dag en nacht op stal of op de zachte weide staat en dan opeens ga je er een tocht van 60 kilometer over grind mee doen, na maanden niet gewoon te zijn om op verharding te lopen, ja, daar kun je wel problemen mee ondervinden. Maar dat is gewoon niet de bedoeling. We moeten die ondergronden aanbieden aan onze paarden en die voeten trainen. Maar ze kunnen dus wel sterk worden. En dat gaat een beetje hand in hand met het regelmatig onderhoudverhaal. Wij moeten zo regelmatig mogelijk de slijtage die ze van nature elke dag hebben, nabootsen. Dus in de natuur is groei en slijtage in evenwicht. Ongeveer, over het hele jaar kan dat een beetje variëren, maar meestal loopt dat wel gelijk. Waardoor de hoeven nooit echt veel te lang of te kort zijn. Maar dus als hoeven te lang worden en er is dus te weinig slijtage, dan ondervinden die paarden heel wat problemen. Daar staat een heel groot gewicht op. En bij elke stap die ze zetten, komt er dus een enorme druk op de delen die te lang zijn. En het is eigenlijk aan ons om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dat we dat voor zijn. Dus dat we niet de problemen gaan oplossen, maar dat we zorgen dat er geen problemen ontstaan door te veel druk en te lange voeten. Want hier bij ons is er gewoon geen slijtage van nature genoeg. Het is aan ons om die na te bootsen. Wij halen ze uit de natuur, we zetten ze op een veel kleiner stuk land dan ze normaal gewoon zouden zijn. Wij geven ze niet de juiste ondergrond, of niet genoeg daarvan. En ze doen er ook geen kilometers genoeg over. Ons gras is veel vetter en ons hooi is veel rijker. Dus er is heel veel in dat lichaam dat niet is zoals het hoort. Of zoals het helemaal ideaal is voor een paard. En dan is het wel aan ons om een soort van tegemoetkoming te doen. En dat wil zeggen dat als we ze hun ondergrond en hun kilometers afpakken om gezonde hoeven te krijgen, moeten we dan tenminste wel voorzien dat wij ze regelmatig genoeg bijhouden, die voeten. De hoeven van paarden zijn ook een beetje concaaf. Daarover meer in de anatomievideo. Maar daardoor hebben paarden dus niet alleen vlakke slijtage nodig, dus asfalt of beton. Dat is zelf iets minder goed. Want vlakke slijtage zijn ze eigenlijk niet echt gewoon. Ze leven vooral op iets lossere bodem, losser grind en grof zand. Daar doen ze het heel goed op. Maar dan wel genoeg kilometers natuurlijk.
En zo kunnen die hollere delen dan ook slijten. En dan heb ik het over zool die ook groeit en steunsels en straal. Nu wordt het door veel mensen niet gezien en denken veel mensen, oh ja, ze groeien, je duwt er een stuk af en dan zijn ze toch weer goed kort klaar. Nee, want ondertussen gaat er, zoals ik al zei, heel veel mis als die hoeven te lang zijn. Daar komt wel een heel zwaar paard op. Die gaan vervormen onder die druk, die gaan uitwijken en je krijgt vroeg of laat problemen. Ook al loopt je paard nu nog goed, ooit krijg je er problemen mee. Een aantal problemen die kunnen optreden bij te lange voeten zijn, zoals ik al zei, de vervorming van de voet. Maar ook kneuzingen, peesproblemen, struikelen, verkeerde landing, waardoor er ook allerlei gewrichtsproblemen kunnen ontstaan en zo verder. Het is een hele lange lijst. Alleen een voet die niet te lang is, kan goed functioneren in het dagelijkse leven. Als je zelf de voeten van je paarden bijhoudt, stel het niet te lang uit, plan het in je agenda. En als je een bekapper laat komen, ja, spreek op tijd af, maak tijdig een afspraak. Zo, dat was het voor deze video over regelmatig onderhoud. Laat weten wat jullie ervan vonden en laat ook zeker weten wat jullie nog willen zien in een volgende video. Ik hoop jullie snel terug te zien. Bye!